Dat is best leuk. Maar ik moet wel zeggen, die laatste 10 seconden is een beetje alsof je van de glijbaan afgaat. Ja. Nog wel spannend. Is toch wel spannend, ja. Wat vind je van het, hoe het nu gaat op de beurs? Ja, het ziet er goed uit. Nou ja, niet zo met de beurs. De beurs is naar beneden, maar wij handelen omhoog, dus dat is mooi. Hoe belangrijk is deze dag voor thuisbezorg? Ja, dat klinkt denk ik een beetje gek, maar het is een soort tussenstop voor ons. Hè. Wij zijn eigenlijk altijd maar hard gaan groeien en dat doen we nog steeds. En nu kunnen we dat weer gaan doen. Hè. Dus het is eigenlijk een tussenstop onderweg naar een mooier, groter bedrijf. Hoe ziet die toekomst eruit voor jou? Nou ja, kijk, wij zijn al marktleider in continentaal Europa, geloven wij. Dus ja, wij hebben een hele mooie positie en die willen we gewoon uitbouwen. En op welke manier willen jullie die uitbouwen? Nou, die bouwen we uit onder andere door in Duitsland aan onze bekendheid te werken. We zijn een grote etenbestelsite in Duitsland, maar dat willen we nog groter maken. Maar je zult ook zien dat we iets meer eigen bezorging gaan doen. Dat is nu maar 0,5% van ons bedrijf, dat zal wat meer gaan worden. Daarvoor gaan jullie ook de fietsen inzetten, want dat doen concurrenten als Foodora doen dat al. Is dat een reactie op die trend? Nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, dit is een hele kleine markt. Hè. Ik zeg het net al, 0,5% van onze orders en we doen heel erg veel bestellingen. Het is wel iets waarvan wij vinden dat wij daarin moeten investeren. En wij zijn er heel goed voor gepositioneerd om dat ook verder uit te bouwen. Waarom wordt er dan toch voor de fiets gekozen? Nou, ik moet zeggen, dit zijn geen fietsen. Hè. Dit zijn elektrische fietsen, want we hebben het op fietsen geprobeerd. En het eten kwam alsmaar koud aan. En het is ook niet zo prettig voor mensen als het regent. Dus dit is een stuk beter. Wat vind je van de opbrengst? Dat is geraamd en dat het nu zo gelukt is? Nou, dat is heel prettig natuurlijk dat wij heel veel investeerders ervan hebben weten te overtuigen dat wij een goede belegging zijn. En waar ik heel erg trots op ben, is dat heel veel Duitse investeerders vinden dat wij een goede belegging zijn. En dat vind ik eigenlijk nog wel het mooiste natuurlijk, aangezien wij vooral in Duitsland een grote partij zijn en daar nog groter willen worden.